Welkom bij een korte demonstratievideo waarin we onze nieuwe rapportagelijn in PowerPoint presenteren. Het was al mogelijk om vanuit de Private Wealth Navigator een financieel rapport te genereren met de knop FS die hier rechts in beeld staat. Daarmee komen we dan op de financiële scan binnen de Private Wealth Navigator. Die mogelijkheid is er uiteraard nog steeds. Daarnaast was er al de mogelijkheid om losse elementen uit de Private Wealth Navigator met de Maak Kopie-knop te kopiëren en te plakken in eigen rapportages. Maar vanaf vandaag, woensdag 27 januari, hebben we ook een nieuwe mogelijkheid gecreëerd om de data uit de Private Wealth Navigator, inclusief grafieken, etc., zoals u zo zien, naar een speciaal ontwikkeld PowerPoint-schabloon te exporteren. Dat werkt eigenlijk heel simpel. We hebben een PowerPoint-schabloon ontwikkeld en dat is beschikbaar gesteld aan onze gebruikers. Die kunnen dat eventueel ook nog in eigen huisstijl opmaken. Maar standaard heeft het ook al een hele fraaie look en feel. Wat is de werkwijze? Ik zit nu in een voorbeeldplanning waarin niet alleen de cijfers zijn doorgerekend, maar ook uiteraard grafieken die de uitkomst van de planning bepalen. En als ik op enig moment mijn planning af heb gerold, dan kan ik met de knop boven in beeld, een nieuwe knop hier, export PPT, kan ik de gegevens naar die PowerPoint exporteren. Ik ga dat doen. Ik druk op de knop PowerPoint. Op dat moment zoek ik de PowerPoint op die ik als gebruiker op een centrale plek heb opgeslagen. In dit geval heb ik hem onder de map rapportschablonen opgeslagen. Ik navigeer daar naartoe en hier staat dat schabloon en ik dubbelklik daarop. En dan wordt op dit moment, en dat is inmiddels gereed, alle gegevens worden en zijn nu naar die PowerPoint geëxporteerd. Ook meteen opgeslagen onder de specifieke klantnaam in de map waar ook de Private Wealth Navigator staat. En ik zie en ik kunt met mij meekijken nu dat alle gegevens, zoals de gegevens van de gezinssituatie, de kinderen die er zijn, de stamboom, maar ook gegevens die met financiële aspecten te maken hebben, zoals het gewenste MBI, de stijging, de inflatie, alle zaken zijn meegenomen, het vermogensoverzicht, et cetera, et cetera. Dus al die zaken die relevant zijn voor een planning, de inkomensontwikkeling, de diverse vermogensgrafieken, de bucket, allemaal klantgespecificeerd, meegenomen naar de PowerPoint. En het mooie is dat u deze PowerPoint, als u die wilt bewerken, alsnog nu kunt bewerken. Dus de aanpassingen die eventueel gewend zijn, kunt u alsnog doen. U kunt slides toevoegen en u kunt slides verwijderen. U zou kunnen zeggen, ik voeg alleen wat teksten toe en daarmee is de PowerPoint gereed. En het is mogelijk om ook eigen huisstijl elementen in te voegen, zoals een logo. Dus met de nieuwe rapportagelijn binnen PowerPoint heeft de gebruiker van de Private Wealth Navigator nog meer mogelijkheden om efficiënt een rapport voor de klant samen te stellen. Dit was de korte demonstratie van de nieuwe rapportagelijn. Mocht u daarover nog meer informatie of vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Dank voor uw aandacht.